Vandaag ga ik verstoppertje spelen in dit mega grote kerstdorp. Ik zal mijn kerstman outfit aantrekken en op zoek gaan naar mijn kijkers die verstopt zullen zijn als kleine kerstelfjes. Klik nu op dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal, anders krijg je geen cadeautje voor kerst dit jaar. Oké, jongens, daar staan we dan. Robin, je ziet er prachtig uit. Je ziet eruit als een kerstman. Jij ook. En je bent ook oud en zo, je hebt een baard en zo en weet ik wat allemaal. Maar heb je ook de kerstelfjes meegenomen zoals ik vroeg? Ja. Ik had gevraagd om, wat is het, een paar, vijf stuks of zo? Ik weet niet, heb je ze dan hebben de fabriek natuurlijk. En is onbemand. Ja, alleen wel een probleempje. Nou? Ja. Wat? Nee. Niks. Waar kijk je naar? Waarom zijn ze zo klein? Ja, foutje moet kunnen. Is het een fabrieksfout of zo? Ja. Rick, wat doe jij hier? Sinds wanneer ben jij een elf? Ja, YouTuber, ja, het werkte toch niet. Het gaat niet goed, dus ik moet ergens anders wat verdienen. En Julian, wat doe jij ineens als elf? Vrijwilligerswerk. Oh, vrijwilligerswerk. Ja, oké, top. Hey jongens, Robin en ik zijn allebei kerstmannen. We zien er echt prachtig uit en zo. En als test om jullie elfjes... Hoe noem je dat? Elfjesexamen? Is dat een ding? Om het elfjesexamen te halen moeten jullie allemaal verstoppen en niet gevonden worden. Degene die als laatst gevonden wordt, die haalt het elfjesexamen. Wat vinden jullie ervan? Spannend. Ja, is het goed? Spannend? Spannend. Ja! Dan gaan jullie nu naar binnen hier. Dan gaan jullie in ons huis. Het is het huis van Robin en mij. Wij zijn allebei de kerstman. Het is 2022. Er kunnen twee kerstmannen zijn. Gaan we naar binnen en verstoppen jullie, oké? Wij gaan zoeken zodra jullie al wat plek hebben. Waarom beuk je mij? Oké. Doei. Robin, ik hoor dat wij mogen. Ik hoor dat de elfjes verstopt zijn en dat wij als twee dikke kerstmannen mogen gaan zoeken. Ja. Ben je er klaar voor? En ik weet dat ik hier naar binnen ga en binnen 10 seconden iemand heb gevonden. Oké, ik ga mee. Ik ga lopen achter je aan. Ik ga tellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heb je iemand gevonden? Ja. Wie dan? Ben ik al langsgelopen, maar ga ik niet zeggen. Oh, dat ga je niet zeggen. Hey Rick, hoe ging het met jouw team? Jij bent natuurlijk het team van de elfjes en zo. Jij, ja. Hoe ging het? Het ging op zich best wel goed. De meesten hadden wel heel snel plek. Alleen Julian deed er intens lang over. Dat was zo lang duren. Ja, dat was Julian. Zo lang duren. De rest, bijna iedereen had binnen 2 minuten wel plek. Maar ja, onze Julian... Robin, zullen we even bij elkaar blijven? Dan gaan we even kijken. Misschien dat we dan Julian als eerste ook vinden. Want dat betekent dat hij wel de slechtste plek heeft. Ja, dat denk Laten ik wel, we eerst hier in het pakjeshuis zo van Sinterklaas. Even kijken of wij daar... Sinterklaas? Ja, van Sinterklaas. Of wij daar een prachtig elfje kunnen vinden. Gaat ze op het pakje staan? Ja, op dat oranje daar. Wie heb je het? Huh? Jullie allebei. Okay, nou, ik heb niet op een oranje pakje gestaan. Er zijn heel veel oranje pakjes. Ja, die ja. Welke? Er is geen oranje hoor. Waar heb je het over? Hij zit... Hij heeft het niet eens tegen ons, of wel? Nee, ik denk het ook niet. Ja! Wie heb je? Betrapt! Wie heb je? Toch? Wat? Oh nee. Nee, laat maar, dat is een repeater. Oh god. Ik dacht dat een repeater iemand was. Ja, maar wacht eens even. Wie is dit? Wie is dit? Ik heb je geslagen! Geslagen is af! Wie is dit? Oh, dit is Creeper. Ik zag hem gewoon ineens. Wat helaas. Kom maar mee. Kom maar mee, we gaan even een leuk plekje voor je bedenken waar jij mag zitten en na mag denken over je keuzes als elf. Vanaf nu is het kantoor hoofdelf is het hok waar alle slechte elfjes zitten. Ja. Wat als je daar verstopt zit? Gaan we nu even checken. Eenmaal erin, mag je er ook niet meer uit. Nee, niet die trap door, Max. Ja, je hoort ze. Ja, klopt. Ik hou ja, er wacht, Max. Hier in de gaten creepen. Ja, goed zo. Weet je, ik heb genoeg gehad in het pakjeshuis. Ik ook. Waar gaan we heen? Gaan we naar boven? Ja, we gaan naar boven. Maar eerst hierheen. Aha, betrapt. Ja, daar zit hij. Wie zit? Oh, het was Rick. Rick, heb je betrapt, jongeman. Nee. Kom jij maar eens even mee. We gaan jou even naar het kantoor van de hoofdelf brengen. Dan ga je even goed nadenken. Even evalueren. Goed zo. Heel goed. Doei. Zo. Oké, Rick, laten we... Zie je, dat was een onverwachte move, hè? Dat had hij niet verwacht. Laten we het kantoor van de cashman ingaan. Ja. Gaan we even onder het bed kijken? Oh. Dingen gevonden? Ja. Vieze dingen zeker. Ah, denk hoor. Ja, ik heb iemand. Wie? Hoppa, pak hem. Ik heb hem. Wie is het? Wie is het dit? Is het Lars? Dit is Lars. Lars, ja hoor, we hebben hem. Meekomen. Wat vind je er nou van? Ja, nu heb ik mijn examen niet gehaald. Nu heb je examen nog niet gehaald. Nee, maar er komt een herkansing. Geen zorgen. Kom maar mee. Robin, breng jij maar. Zeker, komt u maar mee, elf. Ben je weg? Ja. Was jij hier? Ik zat al. Waar zat jij? Ja, dat ga ik niet vertellen. Huh?
Hij is me gewoon gepeerd. Robin, we zijn gescampt. Ja, maar hij kan ook gewoon liegen. Oh, wie is dit? Wie is dit? Nee, die was Joris. Ik zat ook bij die bedden. Jullie zaten er allebei. Kom maar mee, Joris. Loop maar even met mij mee. We gaan jou even een strafhokje geven waar je kan zitten. In de video van deze map, dat jullie deze gemaakt hebben, was jij de kantoor, de hoofdelf. Dus misschien dat je je wel thuis voelt. Ik voel me hier thuis. Maar ja, Julian, nu weet ik dat je naar het pakjeshuis bent gegaan. Wat? Ja, ik weet het gewoon. Ik zag je. Ik zag Max, je hierheen lopen, ja? Onze band gaan we even rekken. Ik ga naar beneden. Ja, ga jij naar beneden. Ik ga hierboven kijken. Ja, hier hebben we waarschijnlijk goede plekjes. Ik heb iemand. Wie heb je? Ja! Nee. Ik heb Luc. Dit is niet eerlijk. Hoe kan het nou dat Julian dan ook weer de laatste is? Toch die extra tijd om een plek te zoeken. Ja, hij heeft toch die extra tijd goed benut, ja. Ik zit ook gewoon met heel mijn hoofd mee te bewegen om te kijken of ik ergens onder kan kijken. Julian! Ik kan er niet meer uit. Julian vroeg al lekker in en ik kan er niet meer uit. Waar zat hij? Hij zit vast! Waar? Kom even Robin, we gaan hem even hier. Waar ben je? Ik mag met z'n tweeën boven. Help. Ja, dat is niet de begane grond. Ja, jawel, dit is een soort van begaans. Maar kijk, hij zit vast daar, we kunnen alleen niks. Laten we hem gewoon doodmaken hier. Nee! Ja, we hebben je al geslagen, kom maar mee. Hier, ga maar naar de rest toe. Zo. Goed zo. Robin, ik vind dat wij goede examinatoren waren, dat wij goede cashmannen zijn. Maar ik denk dat het wel tijd is voor vervanging. Dus laten wij met z'n tweeën met pensioen gaan. Ja. En dan mag Rick lekker in zijn eentje gaan zoeken. Wat vind je daarvan? Moet ik dit in mijn eentje doen? Ik denk het wel toch, Robin? Een fijne avond. Op naar ronde 2. Ho, ho, ho. Mijn onder... Ik bedoel elfen. Ik heb geen zin in het examen. Ik ook niet. Ik ben net niet geslaagd, dus ik ben hier niet mee eens. Robin, ik ben al geslaagd, dus ik weet eigenlijk niet waarom ik meedoe. Wat zeg je? Ja, je had een 6 gehaald. Dus misschien kan je beter dan dat, Julian. Oh ja, oké, dat is waar. Inderdaad. Het herexamen, aangezien jullie net allemaal het niet hebben gehaald. Behalve onze Julian. Oké. Okay. Rustig en rustig. En heel laag cijfer, ja. Maar de rest heeft het allemaal niet gehaald. En we hebben 2 nieuwe kandidaten die dus nog niet hebben meegedaan. Yeah, wij hebben het welkom. Best in het team. Kunnen we nou gewoon gaan beginnen? Oh, ik ben al zo zenuwachtig voor dit examen. En dan doe je ook nog dit. Oké, weet je wat, ga maar. Mogen we zoeken? Ja, dat vind ik leuk. Ja, geen nummer zoeken. Dit vind ik een mooi stoppen. Dit vind ik een mooi moment. Robin, kom, het is niet zo eng. Kom maar. Het valt wel mee. Kom maar, kom maar binnen. Je kan het, jongen. Ik heb niet... Ik zal mijn zwaard even... Oké, succes! Oké, jongens, waar gaan we... Hebben jullie allemaal... Jullie hebben stopplekjes gemaakt, hè, in deze map. Ik heb niks gemaakt, maar ik heb een heel leuke gemaakt. Je hebt een hele leuke gemaakt. Bij de kerstman kantoor. Oh ja, daar ben ik ook. Kijk, hier. Ja, maar het is hier. Hij kan hier beide kanten op. Hij kan hier beide kanten. Dus als je hier gaat zitten, kan hij alsnog... Ja, dit is een mooi plekje. Dit vind ik een mooi plekje. Ja. Goed plekje. Ik doe er niks mee. Zou ik opvallen als ik in de zo'n klein kerstboompje zou zitten? Denk ik wel, hè? Ja, ik denk niet dat Rick dat zou zien. Wat? Ik zeg wel ja en ik loop hier naar een kerstboompje toe. Zit Lars erin? Oh, wacht, ik wil het even zien. Want Lars is een beetje dezelfde kleur al. Helemaal in de slaapkamer. Oh mijn god, wow. Ik liep er gewoon langs. Wat goed, ouwe. Dit is een goede plek. Kijk, Max, iedereen een plekje? Kijk, wat erg eigenlijk. Dit is ook weer een doorgang. Oh mijn god, dit is weer een doorgang. Hij kan hier wel onderdoor, dus. Ja, maar dat is het leuke natuurlijk. Max, schiet nou eens op. Ja, oké, weet je, ik ga wel gewoon in het pakjeshuis. Ik ga erheen en dan heb ik... Ik ga gewoon jou meer stress geven. Rick, je kan. Nee. Oh jee. Nee. Nee, je gaat niet waar. Goeie plek. Ja, je kan, Rick. Je kan, hoor. Ik kan. Ja, ik hoorde een goede plek. Ja, Robin gaf me tijddruk. Ik had nog geen plek. Toen zei hij, je kan. Echt? En toen moest ik ineens echt gewoon geforceerd gaan. Oh my days. Wat is het? Oké, ja, ik heb officieel het beste plekje ooit. Dat geloof ik niet. Je gaat echt als eerste gevonden worden. Het is... Nee. Jawel. En dat ga ik je over een paar minuten uitleggen waarom. Oké. Hallo, kom maar mee. Ja, maar Luke. Nee. Ja, Luc, kom maar mee. Ik ben het hier niet mee eens. Alweer niet. Is gevonden? Niet? Ja, ik heb Luc gevonden. Dan gaan we naar binnen, jongen. Ja. Moet je wel de deur open. Ja, dankjewel. Ja, dat deed ik toch ook. Nou, ik ga zelf hier ook even kijken, want... Oh ja, het is dom als iemand daar zit, maar... Hè? Ja, kijk. Ik vind dat gewoon... Je zegt wel dom, maar ik vind het best wel een actie voor jou, eigenlijk. Ja, dat snap ik. Max, kom even kijken. Ja, dat is een missie voor jou. Kom even kijken in de pakjeskamer, Max. Ja, maar hallo, wacht even. Een missie dat ik jou op... Ik weet niet eens waar jij zit. Oh, ik dacht dat je dat wist. Nee, ik heb echt geen idee waar je zit. Max, ik kom je halen. Ik zit in de pakjeskamer. Echt? Ja. Oké, ik kom je halen. Kom maar, ik sta midden. Hier, Robin, kom. Ja, kom. Nee, hij komt eraan. Niet waar. Niet. Oh, nee, niet.
Robin, we hebben niet lang. Nee, weet ik. Waar zit Kijk, je? Ik zat hier. Doe oh, nou eens open. God, ja. Doe eens... Nee, dat weet je niet te zien. Oh, shit. Dat weet je niet te zien. Die is niet eerlijk. Oké, dan moet ik een andere plek hebben. Laten we terug naar de pakjeskamer gaan met z'n tweeën. Ja, ja, ja. Kijk. Bro, hoe gaat het daarboven, Rick? Ja, echt verschrikkelijk. Waar zit een pakjeskamer? Hoor je al de trapdoors? Huh? Zit hier ook allemaal mensen? Nee, dat was ik. Oh! Hey Julian, je bent hier ook in de pakjeskamer. Hallo. Ja, we zijn in de pakjeskamer. Hey Max. Oh god, Robin. Even centraal in de pakjeskamer. Ik zie er 1, 2, 3, ik ben 4, 5. Volgens mij zit er... Daar is iedereen. Bijna iedereen. Volgens mij zit iedereen, bijna iedereen in de pakjeskamer. Hier is niet eens... Hey Rick. Morgen. Hey Max. Hey, is dat jouw verstop? Oh nee! Nee! Nee, Robin, nee! Nee? Waarom moet je mij naar me gaan pakken? Ja, omdat ik niet zag waar Max naartoe ging. Ik ben verstopt. Is het leuk om te zoeken, Rick? Nee, ik vind het helemaal niet leuk. Hey Rick, ik zag het. Ja, maar ik hoor niet eens welk... Kom eens... Ja, ja, ja! Hey, goeiemorgen. Ik zag je hoofd er. Hey. Oh, grappig. Ik blijf slapen voor je. Ik dacht, weet je, ja. Ik gun het je. Dank je, Rob. Ja. Maar ga je me niet eens wegbrengen? Wat is dit ja, voor ja, service? Ja, nee, ik loop het je weg. Nee, Max. Sorry, wat zeg je? Wat is dit voor service? Dag, jongens. Succes in pakjeshuis. Waar ben je? Oh, dag, Robin. Doei. Doei, Robin. Wie is hier? Hallo, collega. Oh. Hallo. Ja, ik ben ook gezakt. Ja, helaas voor de tweede keer. Ik hoor allemaal mensen lopen. Die zitten gewoon boven mij. Het zit alleen in de pakjesruimte. Max, ga naar die kerstman. Slaapkamer, trek een kerstman outfit aan. Ja, graag. Is goed, Rick. Nee, ik zal mijn vorm kleven voor je. Dankjewel. Je bent een overloper. Julian. Bijna. Julian! Jong zit te tryharden, jongen. Oh, gaat hij weer dat stinkding in. Oké, jongens. Ik ben een kerstman geworden. Dankjewel, Max. Ik ga helpen met de Rikse zoektocht. Nee! Ja, eindelijk! Heb je Lekker wat? Voor je. Ja, ik heb Julian. Goed zo. Eindelijk. Goed zo, ik ben trots op je. Robin, jij... Lars is ook nog niet gevonden. Robin is gevonden. Nee! heb je Robin? Ik heb Robin. Ik dacht dat ik hieronder iemand zag. Ja, daar zit er iemand. Ja, ik zie hem. Ja, ja, hij loopt daar. Wie is het? Wie is het? Wie is het? Hij zit hier. Ja, onder die tafel, onder die tafel. Nee, hij is snel. Hij is zo snel. Hij zit hieronder, hij zit hieronder. Hij zit onder deze. Onder deze. Allebei een kant pakken. Hij zit hieronder. Snel. Waarom kan je niet slaan? Waar is hij? Okay, hij is weer hieronder. Ja, hij zit daar. Zit hij daar? Volgens mij wel, in jouw hoekie. Oh. Ik kan hem niet slaan. Ik kon hem niet slaan, waarom kan ik hem niet slaan? Ja, ik zie hem! Heb je hem, Nee, nee. Ik weet waar hij zit. Hier zit hij! Ja, ik heb hem! Ja, lekker! Oh, wat was jij geniepig, Joris. Ga jij maar even meelopen. Hier? Hier, deze. Nee, deze. Ja, daar is hij! Pak hem! Hij mag niet ontsnappen! Hier! Pak hem! Max! Nee, niet daar alsjeblieft! Niet hier, Lars! Ik smeek het je! Alles behalve deze ruimte! Ik zie hem nog! Het gaat zo snel! Oké, Rick, kom naar de elfjeskamer. Kom eraan. Zit hij daar in? Kom naar de elfjeskamer. Ik weet waar hij zit. Ik was vermoeid. Kom, Rick. Snel. Ja, ik ben. Hij zit daar. Hij zit rechts of links. Oké? Okay? Oké, okay, ja. Ik ga kijken. Jij moet... Ja, ik heb hem! Wat een frustratie. Oh god. Oké, kom maar mee. We brengen je even naar de ruimte. Ik heb het elfjesexamen net niet gehaald. Je hebt het net niet gehaald. Creeper is nu degene die het gewoon gehaald heeft. Oh, hier. Pak hem. Welke kant ging je op? Hij staat in de pakjeskamer. Pakjeskamer. Waar is hij? Ja, onder de paarse tafel volgens mij. Of hieronder weer. Wat irritant. Hier. Ja, ik heb hem! Oh, hij kwam in één keer voor mijn neus. Oh. Ik heb hem. Kom jij maar even hier, Creeper. Ook al heb je het examen gehaald. Mag ik één ding laten zien? Mag er één ding langs zien? Ja? Ik kom eens even. Nee, je gaat niet zeggen dat ik 6 keer langs je heen ben gelopen. Ik zat hier. Echt? Wat een goede plek. Ja, maar ik heb dit naar beneden gehad. Ja, maar toen zat ik nog in de pakjeskamer, zoals ik al zei. Weet je, kom maar mee. Dan gaan we je even opsluiten. Maar dan ga Rick en ik je cijfer bepalen. En dan gaan we nog 1 laatste ronde doen, oké? Oké, laten we doorgaan naar de laatste ronde. Goed, ik wil jullie erop wijzen dat vals spelen niet wordt getolereerd en wordt bestraft met een jaar overdoen. Dat betekent... Wordt niet bestraft met een jaar overdoen. Dat is wat je zei. Goed, jij mag... jij krijgt 10 minuten minder tijd. Precies. Blijf maar daar even aan de zijkant staan. Inderdaad, dankjewel. Ja, ja.
Ik heb hierbij ook de resultaten van de vorige ronde. Ik heb het doorgekregen. Creeper, je hebt er 6,1. Beter bij Julian. Daar gaat Julian al. Dus Julian, jij ook tot de volgende keer. Dan heb ik er nog maar 5 om te vinden. Dus dat moet te doen zijn. Ik zal zeggen, succes. Naar binnen, jongens. Go, 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 speculatie. Go, 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 go. Go. Gaan we goed, we gaan met z'n allen in pakjes. Dat is wel grappig eigenlijk. Nee, ik ga iets doen wat niemand verwacht. En dat is... Oh, ik ga helemaal aan het begin staan. We kunnen ook een grapje uithalen en gewoon hier met z'n allen voor de deur staan en zeggen, je kan. En dan gewoon staan we je voor de deur. Dan ben ik wel benieuwd naar zijn reactie. Maar en dan wegrennen. Ja, maar er gaan sowieso dan een paar mensen gehit worden. Ja, maar dat is denk ik een offer die gemaakt moet worden. Dat is denk ik een offer die gemaakt moet worden. Als we met z'n allen hier staan en dan zeggen, je kan, doet hij de deur open. Dan staan we hier. Dan zetten we Julian hiervoor en dan gaan wij er allemaal achter staan. Dus iedereen naar de ingang, jongens. Cool, dat is leuk. Ja, goed. Oh, excuses. Ah, daar heb je. Ja. Je mag. Denk jij dat je ons gaat vinden? Nee. Dat snap ik. Ik heb zo'n vermoeden. Nee, dat heb ik jullie nog niet. Rennen. Ik had dit vermoeden al, wat erg! Oh, heb je iemand geslagen? Nee! Of? Ik heb een tapijt geslagen! Wat erg! Nee! Je hebt gewoon niemand gepakt, dat is erg. Oh, ik ben zo boos nu! Kijk, nee, trouwens. Ik kan hier niet eens boos om worden, maar gewoon echt woedend. Ja, dat was wel grappig. Dat was een leuk Ik wist het ook gewoon. Ik wilde ook zeggen, toen ik naar binnen ging, ik heb zo vermoeden dat jullie bij elkaar zitten. Maar... Je bent niet zo snel al voor de deur. Oké, waar ben je? Ja, hier! Hoppa! Ik heb je! Waarom zit je op dezelfde plek? Omdat ik Nee, dat was een plan. Dat was gewoon... Ja, het was een plan, ja. Maar ja, een gefaald plan. Ja, alweer als eerste, verdorie. Als je naar achter loopt, dat gangetje in, laat maar zeggen. Zie daar die Nee, achter je. Andere, nu recht achter je. Dat gangetje. Ja. Deze. Zie die blauw kleurtje? Zie die blauw kleurtje rechtsheen? Ja. Nee, niet daar kijken hoor. Die moet je gewoon skippen. De rest mag je wel checken. Nee, Robin. Robin, niet. Nee, Robin, doe nou niet. Nee, niet. Nee, je zit. Nee! Robin, doe nou niet. Oh, jij zit daar boven, hè? Ja. Nee, Robin. Ja. Hoppa, huppa, dipsy. Dipsy dosy. Hoor je die pakjeskamer, Robin, of niet? Nee, dat hoor ik niet. Oh. Hey. Hoppa! Dipsy dapsy doezoe. Jij bent geloezerd. Wat vind jij dan? Nee. Ja, dat zeg ik niet. Ik zit niet in dezelfde ruimte als jij. Hey. Goeiedag. Je hoeft alleen maar Julian, Creeper. Ga jij maar de pakjeskamer in. Oké, ik ga de pakjeskamer in. Huh? Ik sloeg door de boom heen. Wat zag je me niet eens? Robin, nee, ik zag je niet. Ik sloeg gewoon op de boom. Ja. En ik sloeg gewoon mij. Dat vind ik gemeen. Julian zit hier ook echt. Nee hoor. Je zit hieronder. Rick, naar beneden. Ja. Nou, hij komt naar beneden. Ja, ik sta bij de trap, ik sta bij de trap. Hij is weg. Hij is niet beneden, hij liep achter je. Ah, dit is Max. Oh my days. Creeper, mag ik een hint? Ja, ik kan nog heel goed slapen, maar ik slaap alleen niet. Nee, goed Creeper, geef geen hint. Geef geen hint. Waar slaap je? Waar? Creeper, ik ben een hint. Hey Max! Collega's. Collega's. Wat zei jij, Creeper? Nee, Creeper, niet doen. Ik ga helpen met zoeken, jongens. Zijn dat is goed. Het huis ziet er heel mooi uit, vanaf binnenuit. Ja! Wat is dat nou weer voor hint? Dat kan alles zijn, joh. Zit hij achter me? Zit hij achter me ook zo? Hij staat hier! Oh mijn god, je hebt hem, Robin. Ik ben trots op je. Jammer. Ik slaam hem nog een keer. Max, je bent zojuist twee buiten misgelopen. Twee buiten? Ja. Hoe bedoel je? Kom er maar mee, meneer. Nee, twee elfen ben je zojuist misgelopen. Rick! Waar zat hij? Hoezo misgelopen? Hij zat in de plant. Hierheen. Nee. Waar heb je het over misgelopen? Ja, je liep een beetje langs. Langs. Ja, maar hoe doe je met twee buiten? Nee. Oh, jullie zitten in deze sting. Nee, niet in de bibliotheek. Nee, Creeper houdt van slapen. Ik heb Julian! Oh, dan betekent dat hier echt ook... Oké, hou de wacht. Robin, hou de wacht. Hier, kom. Of iemand moet de wacht houden. Hier! Oh, hij ging al!
Hij ging al. Waar is hij? Ik leid waar af. Waar is hij? Hij is hier, hij gaat naar beneden. Ik ren achter jou, Robin, jij moet hem pakken. Jij bent de kerstman deze keer. Hij gaat naar de grot. Nee, hij is niet naar de grot. Hij is niet naar de grot, hij is hier. Ja! Pak hem. Ja. Heb je hem? Yes. Wow, gaan we naar die strafhok, jongens. Ja, die had ik goed opgevangen. Pardon? Nou moet je zo goed luisteren. Nee, nou moet je zo goed luisteren. Nee, Oké, jongens, kom allemaal naar buiten. Oké, jongens, jullie hebben het goed gedaan. De uiteindelijke winnaar is Creeper hier. Die is 2 keer als laatste gevonden. De slechtste is toch echt wel Luc. Sorry. Jongens, jullie waren goede kerstmannen. Jullie hebben jullie kerstman-examen gehaald. Dankjewel. Dat betekent dat ik jullie een fijne kerst ga wensen en that's it. Jullie ook. Fijne kerst. En meer krijg ik niet van me. Maar, mijn nieuwe schrijver. Wie is nou de echte kerstman? Ja, ik. Ja, Robin lijkt nog het meest op de kerstman van ons, denk ik. Oh, ja. Hoezo? Hoezo ik niet? Nou, kijk hoe je eruit ziet. Gele... Kijk hoe je eruit ziet. Net op een naam. Ja, je bent zomaar geel zijn. Ja, ja. Oh, wacht. Hey jongens, ik ben trots op jullie. Hebben het goed gedaan. Dank jullie wel voor het meedoen. Wil jullie nog wat zeggen? Fijne kerst. We krijgen allemaal een cadeautje voor kerst. Ja, jij hebt trouwens een nieuwe video. Een 3. Jongens, dank jullie wel voor het kijken deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Reageer even. Fijne feestdagen of weet ik wat. Als je tot dit punt in de video bent gekomen. Is hartstikke leuk om te lezen. Dank jullie wel. En dan nu. Kijk lekker deze video. Dit is namelijk verstoppertje in de voetbalarena. Oh nee, in de school. De laatste is in de school. Dit is verstoppertje in de school. Gewoon even kijken, even liken, even abonneren. En nu spreek ik later. Klaas, wel, telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!